Radio 1. Je kan het dak op. Dat is de officieuze titel van de Rotterdamse Dakendagen die komende vrijdag van start gaan. Twee dagen lang kun je in Rotterdam allerlei evenementen bezoeken op daken van gebouwen. De vraag is wat je allemaal kunt doen met een dak. Nou, binnen de architectuur wordt dat al vaker besproken. Tracy Metz is hier, zoals elke woensdagochtend. Tracy, hallo, welkom. Goedemorgen. Hoi. He, dat is binnen de architectuur toch redelijk hot. Dat is zeker wat kun je doen met een dak? Ja, inderdaad. Ja. Het is een groot item en het levert allerlei woeste ideeën op. Het spreekt enorm tot de verbeelding. Ja. Dus het is een oplossing en het spreekt tot de verbeelding. Dus dat vind ik al heel mooi. Zaterdag en zondag is nu voor de derde keer worden de Rotterdamse Dakendagen gehouden. Dat is een initiatief van de Rotterdamse architect Joep Klabbers. En je kan 17 daken bezoeken waar je anders nooit op kan. Dus dat is altijd leuk. Het Witte Huis, de eerste wolkenkrabber van Nederland. Oh, ja, daar heb ik dus heel veel binnen doorgebracht. Fantastische kroeg. Oh. Ja. Nou, daar kun je ook naartoe natuurlijk. Nooit bovenop gestaan. Eerst naar boven en dan naar onderen. Ja, 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 ja. Ja. En je kan bovenop de kunstzaal staan en de Laurenskerk. Oh, wat gaaf. Dus ja, het is wel speciaal. En vrijdag is er een kennisdag. En daar is ook een symposium waar je zelf in een panel zit. We weten natuurlijk al langer dat er tegenwoordig veel moestuinen op daken zitten en ook veel waterberging. Maar het grappige hiervan is dat je nu echt anders naar dat dak gaat kijken als bouwgrond. Namelijk om echt woningen te bouwen? Of ja, woningen en parkeren en kantoren. Je kan van alles toevoegen aan de gebouwen die we al hebben. Want in 2030 wonen er 5 miljard mensen in de steden. Mm-hmm. Dus we hebben die bouwgrond gewoon heel hard nodig. Ja. Wat zijn er zo al in initiatieven? Een initiatief, er zijn hele wilde ideeën en ook wat dingen gerealiseerd. Op de dagen vrijdag wordt een boek gepresenteerd. Dit mooie vormgegeven boekje Licht Verdicht. Dus verdichten van de stad, dichter bouwen en licht door het in de licht te doen. Daar hebben ze 7 wilde ideeën over dat bouwen op daken bij elkaar gebracht. Overigens heeft de Haagse architect Erik Vredenburg van het bureau Archipel al in 2005 een boek hierover uitgebracht. Hij was echt een van de eerste die zag dat dit een onderwerp was met de mooie titel Luchtgebonden bouwen. Maar ja, intussen trekken steeds meer mensen naar de steden en wordt de noodzaak alleen maar groter. Maar ja, het is natuurlijk nog wel altijd echt lastig hoor. Met draagconstructies en het doortrekken van de leidingen. Dus het is niet eenvoudig. Een van de hele beeldende ontwerpen die in dit boek staan heet Verheven Leven. Het leidt ook wel tot allerlei poëzie. Het zijn hele filosofische ja, geweldig. Ja. Voor het bureau Noah. En die hebben aan een gebouw, een naoorlogsgebouw, een heel gewoon saai kantoorgebouw op de hoek van het Wenen en het Kruisplein, hebben ze allemaal dozen gehangen. 4 of 5 dozen aan dat gebouw gehangen. Dat wordt als een soort draagconstructie gebruikt. Mm-hmm. En op de daken van die dozen komen daktuinen. En van binnen zit er een hotel en cultuur en wonen, tuinen, parkeren. Dus de fantasie gaat helemaal los. Geweldig. Ja. Ja. En boven het Termeulenpand, daar hebben ze toch ook een in precies. De stad? Ja, precies. Dat is een van de schoolvoorbeelden van bouwen op daken. Dat heet het de Karel Doorman in Rotterdam. En dat is bovenop winkelpand van Termeulen uit 1948. Ja. Heel oud pand. Heel bekend. Heeft mijn vader nog gewerkt. Dus vandaar dat ik het ken. Wat leuk. Mochten we dan achter de schermen een kijkje nemen. Ja. Icoon van Rotterdam. Ja, 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 ja. Maar het was relatief laag voor nu. Dus daar bovenop heeft het bureau Ibelings van Tilburg een enorme nieuwe constructie gezet. Daar is het echt heel goed gelukt. 70 meter hoog. Van glas en van hout. En daar zitten 114 woningen in. Mm-hmm. En tussen oud en nieuw zijn er paar parkeerlagen. En daar zitten dan 156 parkeerplaatsen. En je kan er dit weekend naartoe. Daar kun je dat ook is een van de kijken. Gebouwen die opgesteld worden. Ja, ja, heel leuk. En een van de wilde projecten die echt gerealiseerd zijn heet het Dakendorp van de familie Didden. En het bureau NVRDV heeft bovenop een 19e-eeuwse bakstenen gebouw hebben ze een soort mini-dorpje gemaakt. Waar is dat? In Rotterdam. Met 2 slaaphuisjes voor de kinderen en 1 slaaphuisje voor de ouders om een soort pleintje. En wat het al helemaal bijzonder maakt, is dat het knalblauw is. En dat is dan verbonden met elkaar? En dat is verbonden met elkaar. Je kan met lift en trap er naartoe. Oh, via radio1.nl kunnen mensen meekijken. Ja, we hebben al deze voorbeelden intussen laten zien als het goed is. En dit dakdorp van de familie Didden kun je
Als het niet is uitverkocht, dat weet ik niet zeker, kun je dat ook bezoeken. Ja. Vorig jaar was het natuurlijk fantastisch. Met het eerbetoon aan de stad ook. Met die enorme trappen bij het Centraal Station. Ben je toen ook geweest? Neem ik aan. Ja, of niet? Tuurlijk. Dat was de viering van 75 jaar wederopbouw. Ja. En Groot Handelsgebouw is natuurlijk een van de bekendste gebouwen van de wederopbouw. En ook MVRDV heeft een enorme trap gebouwd. 140 treden moest je opsloegen. Het was een hele klim. En kwam je daarboven, dat was echt een hommage aan de stad. Ja. Echt heel mooi. En zie je hoe het dak in het zonnetje wordt gezet. Ja. Is het nou heel erg Nederlands? Of is men in het buitenland ook wel met dit soort dingen bezig? Er zijn voorbeelden in het buitenland. Een paar hele grappige voorbeelden in Parijs. En ik vond een hele mooie in Iran, of all places. Ook op een verdrietige manier vanmorgen in het nieuws. Mm-hmm. Maar dit is een ontwerp voor nieuwe woningen in een heel droog gebied van Iran, wat natuurlijk al een woestijnklimaat heeft. En op dat dak hebben ze enorme schalen gemaakt die water moeten opvangen. Okay. En dat lijkt, mijn associatie was met die radioontvangers in de woestijn, of met enorme bloemen die zich openen naar de hemel om water op te vangen. Dus dat is weer een heel ander gebruik van het dak. Ja. En zonnepanelen, hè? Kun je ook van alles. Natuurlijk, zonnepanelen. Veel maar er kan nog veel meer dan dat, met veel meer fantasie. Ja, ook in Iran ziet het er prachtig uit. Ja. Leuk. Nou, zo kijken we weer eens anders tegen het dak aan. En het dak op. Tegen het dak kunnen op. Mensen terug in het weekend kunnen ze zelf gaan kijken bij die Rotterdamse daken daar. Ja. Dankjewel, Tracy. Jo. Trying to beat the devil at a fist fight. Looking for a friend in a bottle of red. Making up words that have never been said. Waiting in line for the next line. Making up a rhyme, but it don't rhyme. Baby, I'm a loser at this game. If you could see me now, you'd be ashamed of me. Be ashamed of me, 'cause I.